PowerPoint is een presentatiesoftwarepakket. Met PowerPoint kunt u gemakkelijk slideshows maken. Trainers en andere presentatoren gebruiken slideshows om hun presentaties te illustreren. In deze les maakt u kennis met PowerPoint. Om te beginnen, opent u PowerPoint. 2007. De Microsoft Office knop. In de linker bovenhoek is de Microsoft Office knop. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt er een menu. U kunt het menu gebruiken om een nieuw bestand te openen, een bestand bestand te openen, opslaan van een bestand en het uitvoeren van nog een aantal andere taken. De Quick Access Toolbar. Naast de Microsoft Office-knop is er ook nog de Quick Access Toolbar als optie. De Quick Access Toolbar geeft u toegang tot opdrachten die u vaak gebruikt. De optie Opslaan noemen we Save. Een handeling Ongedaan maken, Ondo. Of een handeling Opnieuw laten verschijnen, Redo. Dit zijn de standaardopties van de Quick Access Toolbar. De titlebar. De titelbalk bevindt zich aan de onderkant in het midden van het PowerPoint venster. De titelbalk toont de naam van de presentatie waarop u momenteel werkt. PowerPoint presentaties hebben standaardbenamingen en beginnen altijd met als naam Presentation 1. Wanneer u uw bestand opslaat, heeft u altijd de mogelijkheid de naam van uw presentatie te wijzigen. De ribbon. U gebruikt opdrachten om PowerPoint aan te geven welke handelingen verricht moeten worden. In PowerPoint 2007 wordt de ribbon gebruikt om opdrachten te geven aan het programma. De ribbon vindt u onder de Quick Access toolbar. Aan de bovenkant van de ribbon zijn er verschillende tabs. Het klikken op een tab toont verschillende opdrachtgroepen. Binnen elke groep zijn er specifiek gerelateerde opdrachtknoppen. U klikt op de knoppen om bepaalde handelingen te verrichten of om toegang te krijgen tot het menu of de dialogbox. U kunt de dialogbox launcher vinden in de rechter benedenhoek van een groep. Door te klikken op de dialogbox launcher krijgt u toegang tot extra opdrachten. De ruler Rulers zijn verticale en horizontale hulplijnen. U gebruikt ze om te bepalen waar u een object wilt plaatsen. Als de rulers niet weergegeven zijn in uw PowerPoint-venster, kunt u op de View-tab klikken. Klik Ruler in de Show or Hide-groep. De rulers verschijnen.